Sam Beukema, je hebt vorige week je debuut gemaakt in het eerste van Ahead Eagles. Hoe was dat? Ja, dat was geweldig. Dus, daar droom je van als klein jongetje helemaal als je hier begint in de jeugdopleiding. Alle elftallen doorlopen en dan is een moment daar. Dat is wel gewoon genieten, ja. Heb je nog veel reacties gehad? Ik heb behoorlijk wat reacties gehad, ja. Heel veel leuke en mooie reacties van iedereen. En dat vond ik heel mooi om te lezen dat iedereen die kleine moeite neemt om mij even te feliciteren daarvoor, ja. En nu wordt het helemaal leuk, want je mag debuteren in de basis in de Adelaarshorst. Zeker. Dat wordt een nog mooiere ervaring, denk ik. Dat is denk ik echt waar je het allemaal voor doet. En ik ben er klaar voor en ik heb heel veel zin in morgen. Waar kijk je het meest naar uit? De 3 punten. Gewoon winnen en het feest vieren met de supporters uiteindelijk. Dat lijkt me het mooiste. Ja. Maar heb je het in je hoofd al een aantal keer afgespeeld hoe het zal gaan morgenavond? Ja, dat is al wel een paar keer langsgekomen, ja. Ja, zeker. En hoe gaat dat dan? Nou ja, je denkt er gewoon over na over wat er allemaal kan gebeuren morgen. En ik ga me er ook niet te druk over maken. Ik zie het morgen allemaal wel. Ben je morgen zenuwachtig, denk je, of zal het meevallen? Nou ja, weet je, ik sowieso met de jongens helemaal niet, want daar train ik al heel lang mee. Dus die nemen me ook gewoon goed mee daarin. En misschien in de warming-up zal het even wennen zijn. Maar ik heb er alle vertrouwen in, het komt goed. Is het alleen maar leuk of is het ook lastig? Want je speelt natuurlijk wel voor heel veel mensen. De tv is erbij. Als je een foutje maakt, dan zien heel veel mensen dat ook meteen. Ja, dat is ook zo. Maar daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ga gewoon mijn ding doen en kom wel goed. Ja. En is er sprake van druk? Want jullie hebben nog maar 2 punten na 3 wedstrijden. Dat is toch wat anders dan jullie hadden voorgesteld, denk ik? Ja, nee, is zeker anders dan we hadden voorgesteld. Maar we weten allemaal hoe het allemaal is gegaan de afgelopen 3 wedstrijden. En we hadden er ook zomaar 7 of misschien wel 9 kunnen hebben. Dus daar kijk ik niet zo heel veel naar. We hebben er vertrouwen in met het hele elftal en het komt goed. Nou, je hebt toch een soort van maatje achterin met Hettinga. Is het dan een voordeel dat je hem al een beetje kent? Ja, zeker. Nou, ik heb met Dennis heb ik zeker een aantal keren in de belofte ook al gespeeld. Dus dat is ook wel een fijn gevoel dat die jongen er ook gewoon bij zit. Dat geeft ook wel weer wat meer vertrouwen, zeg maar. Wat weet je van Volendam? Ja, ik had afgelopen zondag tegen Cambuur had ik de wedstrijd bekeken, ja. Ja, Thijen, die ken ik, heb ik 2-3 wedstrijden mee gespeeld, 2 seizoenen geleden of vorig seizoen. En wij kijken gewoon met name naar onszelf en ik heb er alle vertrouwen in dat we morgen goed einde eraan gaan geven. Wat voor wedstrijd verwacht je morgen? Ik verwacht eigenlijk dat wij er gewoon, wij gaan er sowieso bovenop klappen, zeker op het begin. En de supporters proberen erachter te krijgen. En daar heb ik alle vertrouwen in dat we morgen gewoon de 3 punten in huis kunnen houden. Ja, want de vorige thuiswedstrijd tegen NEC, dat is een beetje het voorbeeld zoals het moet voor jullie? Exact, ja. Zo moet het. En zo kunnen wij het ook zeker. Dat heeft iedereen gezien dat wij het kunnen. En dan gaat morgen gewoon weer meteen hetzelfde brengen aan de energie. Gewoon 110% geven en dan komt het goed. En wanneer ben jij persoonlijk tevreden over je debuut in de Adelaarshorst? Als we de 3 punten hebben en ik zelf gewoon het liefst achterin gewoon de 0 hebben gehouden en gewoon een goede pot hebben gespeeld. Maar het belangrijkste morgen is gewoon dat we de supporters erachter krijgen en samen het feestje kunnen vieren uiteindelijk.